oefening in de dag, vroeg in de ochtend. De voorbereidingen zijn allemaal van gang om vandaag een mooie dag ervan te maken. Een echte feestdag. Maar natuurlijk zijn er ook wat vooraf. Dit werd er gedaan voor de spelletjes. Ja, dag allemaal. Hier op de Groep van Prinsen worden vandaag de spelletjes uitgelegd en natuurlijk nog veel meer. Ik zie hier nou allemaal van die leuke hoeden, allemaal van die koninginhoeden die allemaal zijn geknutseld. Maar waar is het eigenlijk voor, als ik vraag mag? Dat is voor de obade, want onze koningin heeft altijd, als je haar ziet, een aparte hoed op. En wij hebben dus gezegd van ja, iedereen die naar de obade gaat, alle kinderen op scholen, hebben we gevraagd om een hoed te gaan maken. En we zoeken de mooiste uit en dan gaan we daar is de prijs mee te winnen. En de mooiste gaan we misschien wel opsturen. Zo, echt de koningin? Ja, dat doen we echt. Zo, dat lijkt me heel eer. Ja. Je eigen hoed naar de koningin. Dat is het ook. Wat een leuke wedstrijd. Ja. Mindy Bloemers, ja. Esmee Wevers, ja. Rens Klofdiezer. Ja. Jullie staan bij de fietsroller, ook van groep 5-6. Rut Kraai, Esther Jong, Milou Hofstiezer, Amy Hulbling, Manon Cornelissen, Laura Kuintjes, Carmen Hesseling en Merlin Wevers. Nou, Lisa zie ik. Zijn er nog meer die ik net genoemd heb? Ja. Verder geen naam genoemd? Nou, jullie staan dus bij het sminken. Hoe pas die dit af? Ja, en al die herrie, dat doet me denken aan gisteren, de lawaaioptocht. Ja, hier staan we op de parkeerplaats van de Albert Heijn. Ik heb even de microfoon erbij gepakt, want het is hier een herrie. Hier komt straks de lawaaioptocht. Namens de koningin, de oudbaden in ontvangst nemen. En wie zou ik zijn, dan zou ik veel gaan shoppen. Schoenen, tassen, jurk en jassen. Elke week is wie zou passen. Zo dadelijk bij TV Aalten, de koning in de loop. Timke Braken en Ruben Boekenburg. De gepaste afstand en dat willen wij allemaal aan van mensen. Kom maar hoor, even op voor. Voor de mensen die dachten dat er vandaag geen muziek meer was op TV Aalten, die zitten er niet zo dichtbij. Want we gaan zo luisteren, of we zijn wel mee bezig, naar de Hollandse meezingers. Blijf kijken, want TV Aalten staat hier in Aalten bij jou!